Collega's, wilt u uw plaatsen weer gaan innemen? Dan kunnen wij door. Collega's, ik ga dat wat harder zeggen. Wilt u weer naar uw plek? Dan gaan wij met het volgende onderwerp verder. Waarvoor dank. En het volgende onderwerp betreft een actueel onderwerp. Ik ben blij dat we de flexibiliteit hebben om dat op de agenda te kunnen zetten. Want het is iets wat nu aan de orde is. En belangrijk is dat we er nu over spreken. En dat betreft de situatie in Venezuela en de mogelijke gevolgen daarvan voor de landen in het Koninkrijk. En ik wil meneer Herdé daar als eerste het woord over geven. Dank u, meneer de voorzitter. Ik zal kort zijn. Je kunt natuurlijk heel lang hierover praten. Maar terwille van met name de sceptici die ik zowel op Aruba als hier in Nederland tegenkom, die denken dat de zaak niet zo erg is en dat het wel over zal waaien. Ik denk het niet. Geeft u mij daarom de mogelijkheid om heel kort op basis van bronnen, van onze eigen ervaringen, maar van bronnen uit Amerika en omringende landen, iets van de situatie te schetsen en op basis daarvan kijken wat wij met het onderwerp kunnen doen. Ik zal kort zijn. De situatie in Venezuela. Je kunt de Venezolaanse kust vanuit Aruba zien. Het is alsof je op vasteland staat en naar Texel kijkt. Aruba wordt vaak vergeleken met Texel. De Colombiaanse, de Guyanese grenzen zijn dicht. De Braziliaanse grens is moeilijk bereikbaar, dus dat zal niet snel gegrepen worden. Wij hebben op Aruba onze buren altijd als hermanos gezien, broeders. Dus het zit heel dicht bij ons, letterlijk en emotioneel. Economisch. De economische crisis in Venezuela heel erg. IMF beschrijft de situatie 2016 als volgt. Hyperinflatie van ruim 2000% en een economisch verlies van 8% van GDP, grootste ter wereld in dit land. Even te vergelijken, Aruba verliest 13% in 2009. Dus. Dit alleen al, deze economische crisis alleen al, heeft enorm effect op de eilanden, omdat wij economisch verweven zijn met Venezuela. Toerisme, invoer van producten, over en weer van personen, business en dergelijke. De sociale crisis. Socio-economische situatie van het buurland Venezuela was heel moeilijk, is verergerd. 33 miljoen inwoners met een oppervlakte 35 keer zo groot als Nederland en Aruba meegeteld. Sinds ruim 66% van de bevolking onder de armoedegrens. De ongelijkheid was groot, is door de sociale programma's van Chavez enigszins verlicht, maar structurele veranderingen hebben niet plaatsgevonden. De rijkdommen zijn verkleind. De rijkdommen zijn heel lang gebruikt om politieke loyaliteit te winnen. Nu de rijkdommen verkleind zijn, verdwijnt ook die politieke loyaliteit. De productiviteit van de economie is laag. Bedrijven zijn of gesloten of genationaliseerd en daarna gesloten. Er wordt weinig geproduceerd. De schaarste is groot. Wij zien beelden van transportwagens die overvallen worden en waar alles uitgepikt wordt. Tot aan levende kippen toe. De criminaliteit is hoog. Het is dramatisch verergerd in Venezuela, bepaalde delen van Venezuela heel erg.
minder in het binnenland, maar zeker in de grote steden. Het aantal politieke gevangenen is jammer genoeg te groot. Politiek gemotiveerde of gedoogde aanslagen en bezettingen neemt elke dag toe. Dus sociaal-economisch is het heel erg. Op de eilanden ervaren wij dat aan de lijve. Elke dag de eilanden rapporteren toenemend aantal overvallen, misdrijven die sterk gelieerd zijn aan Venezolaanse pseudo-toeristen. Venezuela zelf neemt veel maatregelen, niet altijd even succesvol, maar op dit moment werkt het overheidspersoneel 2 à 3 dagen per week om de kosten te dekken. De politieke crisis was erg, het is verergerd. Ik zei al, politieke gevangenen, de bekendste Leopoldo López, ex-burgemeester van een deel van de deelgemeente Caracas en presidentkandidaat. De groep rond president Maduro staat duidelijk onder druk. De grote vrees is, of de grote vraag is, wat gaan de militairen doen? En dat werd natuurlijk in buurlanden grote zorgen. De vraag is niet of er iets gaat gebeuren, maar wanneer. De kans op een vreedzame oplossing lijkt steeds verder weg. De krachten binnen Venezuela om iets te doen, die zijn uitgeschakeld of doen het niet, zijn niet meer aanwezig. Pogingen van buurlanden Colombia, Argentinië, Brazilië en de Organisatie van Amerikaanse Staten, de OEA, zijn tot nu toe zo goed als mislukt. De Verenigde Staten, volgens bronnen, New York Times, staat paraat. In meerdere opzichten. Niet in de laatste plaats, tot vrees van Venezuela, militair. Wat kunnen wij doen? Gelukkig zitten we nu bij elkaar als volksvertegenwoordigers en we kunnen onze ogen ook hiervoor niet sluiten. De landen, Aruba, Curaçao, Sint Maarten zijn verantwoordelijk voor onze eigen zaken. Maar er is een internationale dimensie dat tot het Koninkrijk behoort. De vraag is, wat moeten we doen? Heel snel, pratend met een aantal mensen, worden de volgende onderwerpen genoemd. Hoe staat het met de veiligheid van de eilanden en van de bevolking, van de toeristen en van straks de mensen die naar Aruba komen? Want het zullen vluchtelingen zijn of misschien weten niet eens wie ze zijn. Hoe gaat dat gebeuren? Hoe gaan die mensen met elkaar om? We hebben al incidenten gehad van voor- en tegenstanders van Chavez op de eilanden. Ten tweede, de grote vraag. Kan Aruba, en ik praat even voor Aruba, maar het geldt waarschijnlijk voor Curaçao en Bonaire evenzeer. Hoe gaat het met de opvang? Kunnen wij het aan? Is de Rode Kruis en de overheid in staat om iets te doen? Vorige week vroeg een lokale krant van, zijn we klaar? Ik zei, klaar waarvoor? Of de stadion genoeg tenten kan opzetten of de Rode Kruis genoeg tenten heeft. Dat is niet de vraag. De fysieke capaciteit en de organisatorische capaciteit van onze eilanden zijn gewoon te klein. Het kan gewoon niet. De beste oplossing schijnt, en dat wordt zowel ook in de Verenigde Staten genoemd, om ervoor te zorgen dat zo snel mogelijk de mensen opgevangen worden op bijvoorbeeld Aruba, maar meteen al een doorvoerplan is naar Miami, naar Panama, waar ook. Omdat fysiek en organisatorisch de capaciteit van de eilanden dat gewoon niet aankunnen. Je creëert een nog groter sociaal en economisch probleem. Maar heel dringend, het bedrijfsleven vraagt, hoe zal het straks staan met de voedselvoorziening en andere basisvoorzieningen? Omdat ze zo kwetsbaar zijn. Dus, wat kunnen en moeten wij doen? Wij kunnen niet stilstaan. Het eerste wat je zou zeggen, informatie, geef ons informatie. Een van de mensen betrokken bij het voorbereiden op een eventuele instorten van Venezuela, uitbarsten van Venezuela, zegt van, je moet voorzichtig omgaan met informatie om niet een panieksituatie te creëren. Want krijg je een panieksituatie, het eerste wat gaat gebeuren is dat de producten, de prijzen omhoog gaan omdat men vreest voor schaarste. Dus
men is heel voorzichtig ook met zelfs informatie verschaffen. Dus we zitten in een bijzondere, onbekende, nare situatie. En het enige wat ik kan voorstellen hier is dat wij even hier in alle ernst nadenken van hoe kunnen we onszelf paraat maken, klaarmaken voor een eventuele situatie. En dat betekent misschien dat advies, hoe kunnen we ervoor zorgen dat de mensen opgevangen worden? Uit humanitaire redenen kunnen we niet anders en moeten we doen. Het zijn onze buren en vrienden en broeders. Maar we kunnen niet nog een moeilijkere situatie op de eilanden scheppen. Daarom moet er een plan zijn om wat daarna. Hiermee wil ik de discussie en de gedachtenwisseling openen. Dank u, voorzitter. Dank, meneer D. voor deze uiteenzetting die inderdaad tot grote zorgen leidt. Die zijn er al. Meneer Van Laar, ik had eerst de vinger van u. Ja, ik heb geen antwoorden op de vragen die de heer D. stelt. Ik heb eigenlijk alleen maar meer vragen. Want we maken ons inderdaad grote zorgen. Bootjes terugsturen, dat doen we niet. Dat zegt u terecht. Maar zodra duidelijk is dat er een route is, weten we ook dat dat een enorme aanzuigende werking kan hebben. En dat er hele grote vluchtelingenstromen ineens op gang kunnen komen. Dus de vraag is inderdaad, is Aruba daarop voorbereid? Zijn jullie daarmee bezig? Mijn Curaçao net zo. Is er contact met de UNHCR? Wordt er al zo'n doorvoerplan, wat u zegt, dat is, lijkt me inderdaad noodzakelijk. Maar zijn die contacten met de buurlanden er al? Zijn onze ambassades daarmee bezig om te kijken waar kunnen die vluchtelingen dan heen? En kan dat überhaupt? Want wij zijn gebonden aan het vluchtelingenverdrag. Kunnen wij zomaar vluchtelingen doorsturen naar derde landen? Die zouden dan sowieso als veilig bestempeld moeten zijn. Maar volgens mij kunnen we ze niet zomaar doorsturen als ze daar niet eerst geweest zijn. Dus dat zijn allemaal vragen die klemmend zijn, om maar zo te zeggen. Ook onze eigen kustwacht, zijn die voorbereid? Zijn die hiermee bezig? Ik weet het eigenlijk niet. Dus ik denk wel dat het goed is als we hier misschien als IPCO een opdracht geven om te kijken of er een plan is. En zo nee, als er geen plannen zijn, dat die plannen er zouden moeten komen. En dat we de regeringen vragen om daar gezamenlijk invulling aan te gaan geven en wel op hele korte termijn. Ja, want vergeten inderdaad Bonaire niet voor wat betreft de Europees-Nederlandse regering. Meneer Herde. Ja, heel snel. Ik heb in reactie op vragen van de pers gezegd dat ik me niet kan voorstellen dat men er niet mee bezig is. Ik kan me niet voorstellen dat op Aruba, met het Koninkrijk, met ambassades, met Amerika en dergelijke, dat men niet bezig is. Dus ik ga ervan uit dat er een plan is, alleen het is nog niet gedeeld. Om redenen. Maar inderdaad, het houdt ontzettend veel in. En daar moeten we toch, omdat het zo dringt. Amerika waren geruchten dat de komende dagen iets zou gaan gebeuren in Venezuela. Militair, uitbarstingen, je ziet wat signalen. En wij zien dat op de televisie. Je hoort dat op de radio. Dus het is alsof het bij je buur gebeurt. En als bij je buren het huis in brand staat, dan weet je wat je moet doen. Dus zo ernstig is het. Die vragen die u stelt, die moeten beantwoord worden. En wat betreft Bonaire, heel snel. Ik denk niet dat Bonaire zal ontkomen aan hetzelfde lot. Als je zo wacht, dezelfde situatie. Het zijn de eilanden, juist omdat Colombia, Guyana, Brazilië de grenzen dicht zijn, krijg je de stroom naar elders. En dat zijn Aruba, Curaçao en Bonaire. Ja, misschien een hele korte opmerking. Over het algemeen nemen vluchtelingen wel de allerkortste route die ze kunnen verzinnen. Dus u zult toch het gros voor uw kiezen krijgen, om het zo te zeggen. Ja. Meneer Touré, als eerste aan meneer Silverand. Ja, dank u wel. Nou, voor het eerst, ik wou net reageren, maar RD heeft het al gezegd. Bonaire ligt ook zeker dicht bij Curaçao. En die vluchtelingenstroom raakt Bonaire ook aan. Dus dat is en blijft toch een koninkrijksaangelegenheid volgens de statuut. Nu, op Curaçao, dat brengt het met zich mee dat ook criminelen de vluchteling overmaken naar de eilanden. Op Curaçao werden al 2 agenten beschoten door 2 Venezolanen. Dat is al gebeurd. Dus je ziet ook op Curaçao de instroom die daar ligt, dat Venezolanen rondlopen
ongedocumenteerd. Ze kopen van alles en nog wat, want er is niks in Venezuela. En dan wordt het weggestuurd. De prijzen die lopen op. En zo heb je ongeveer dat de vluchtelingenstroom, kan je zeggen, het is al begonnen. Dus we moeten vanaf nu beginnen te kijken of te denken wat de mogelijkheden zijn. En ik zeg, natuurlijk is het een aangelegenheid van het Koninkrijk volgens statuut artikel 3. Dus van, voor vluchtelingen en vreemdelingen. Dus van toelating en uitzetting. Maar het raakt de eilanden en inclusief Bonaire. Dus we moeten hoe dan ook kijken wat we ermee gaan doen. Want het is een problematiek die niet de Antillen alleen maar raakt, maar Nederland ook. Dank u. Dank, meneer Silveran. Ik heb gevraagd om dit agendapunt op de zesde punt op de agenda te plaatsen. Want ik denk dat. Eigenlijk, laat ik het zo zeggen. Er komt een orkaan en het neemt in de windsterkte toe. Het zal zeker over onze eilanden gaan. Ik weet niet hoe lang het zal blijven. Maar we hebben geen idee wanneer het aankomt. Hoe sterk het aankomt en wat wij moeten doen om ons voor te bereiden. Ik had eigenlijk een presentatie gewild van het ministerie van Binnenlandse en Buitenlandse Zaken. Waarschijnlijk ook Defensie is daarmee ook bezig. Want ik weet dat ze continu onderzoek doen en ze analyseren de hele toestand op continue basis. En ik weet dat ze ook scenario's hebben. Er zijn, als je de extreme neemt, is het slechtste scenario een inval in onze eilanden. Dat is het slechtste scenario. Ik denk niet dat dat zal gebeuren, want Venezuela kan de NATO en Nederland en de VS niet aan. Maar het is niet onmogelijk. Want er zijn ook crazy people die rondlopen. Dat is één. Het beste scenario is dat ze eruit komen. En dat zal ook niet gebeuren. Het neemt heel lang om een land op te bouwen. En het neemt een korte tijd om een land in een soort spiraal te belanden. Ze zitten in een spiraal en ze zullen er niet uitkomen. En het heeft vele gevolgen van ons. We moeten echt weten wat de scenario's zijn en waar we ons op moeten voorbereiden. En die informatie is er niet. Dus we kunnen wel gaan discussiëren, maar we weten niet zeker wat zal gebeuren of niet. En het zal ons raken op allerlei gebieden. Zoals de heer Todé heeft gezegd, we voelen het al. Er is een stroom van Venezolaanse prostituees die op Curaçao bezig is. En er zijn professionele criminelen die het land binnenkomen. Als er een civil war, want dat is de eerste model, een soort inval, als er een civil war, dat is een burgeroorlog uitbreekt, want dat kan, dan als mensen voelen dat ze onveilig zijn in hun eigen land, dan nemen ze de boot. Dan nemen ze geen vliegtuig meer, dan nemen ze gewoon de boot en gaan ze over. Inderdaad, Aruba is het dichtstbij. Dus Aruba zal dat zeker aanvoelen. Ik denk dat we echt ons moeten voorbereiden. Maar om ons voor te bereiden, hebben we de informatie nodig. Dus het zij in documenten, het zij door presentaties. En ik denk niet dat we 6 maanden kunnen wachten. Want in 6 maanden kan van alles gebeuren. Als je de signalen ziet op de sociale media, dan weet je dat het heel erg is. Bijvoorbeeld, ze hebben ook een groot probleem met deviezen. Polar bijvoorbeeld heeft problemen om bier te produceren, omdat ze de deviezen niet van de overheid krijgen. Want ze hebben een soort structuur waarbij Kadifi die dollars vasthoudt. Dus Polar is een probleem dat ze eigenlijk geen bier kunnen produceren. En ook Coca-Cola heeft onlangs hun fabrieken gesloten, omdat ze geen suiker kunnen importeren. Als een land op dat niveau zit, dan weet je wat er zal gebeuren. En inderdaad, er zijn ook op Facebook komen er beelden waarbij grote vrachtwagens met levende kippen worden overvallen, waarbij iedereen op straat een levende kip pakt en rondloopt. Dus they are really at a survival level. En inderdaad, als er iets gebeurt, dan zullen ze de next best economic haven proberen te bereiken. En dat zal zijn zeker Aruba, maar ook Curaçao en vanuit Curaçao ook Bonaire. En ik vrees het ergste. En ik denk dat we echt informatie nodig hebben om ons daarop voor te bereiden.
Het is onze kustwacht trouwens, ons van ons, samen. Die zal heel veel problemen oplopen, maar het is heel erg in Venezuela. En ze zullen er niet uitkomen voor de next 10 years. Een ander probleem is dat vooral Curaçao, maar nu ook Aruba, voor een groot deel hun economieën afhangen. Curaçao zeker en Aruba minder, van de olie van Venezuela. Dat is, dan heb je de Citgo en dan heb je de PDVSA, waarbij een openbare aanbesteding in juli zal plaatsvinden. Daar vrees ik ook het ergste, want voor Curaçao denk ik dat het ongeveer 90% van de deviezen produceert. Dus het is heel erg. En ik weet niet hoe het gaat doen, meneer de Koert. Ik weet niet waar de informatie vandaan komt. Maar we hebben het nodig. Het zij in documenten dat we ons allemaal in ons eigen land erop kunnen voorbereiden. En ook het Koninkrijk heeft een grote rol in. Ik weet dat er onderzoeken zijn gepleegd, continu. En dat er scenario's zijn vastgesteld. En dat er constante analyse plaatsvindt. Dus ik hou echt mijn hart vast. Minister van Buitenlandse Zaken heeft gisteren nog in het parlement gezegd dat de situatie voortdurend gemonitord wordt. Nou, is dat belangrijk. Ik denk dat we straks moeten gaan kijken op welke wijze wij als parlementen daarover geïnformeerd worden en ook urgentie kunnen laten blijken. Maar goed, daar komen we zo op de conclusies van het IPCO. Ik heb nog een aantal vingers. Ik heb eerst mevrouw Marlin, meneer Today en daarna meneer Rosario. Thank you, Mr. Chairman. Thank you, Mr. Chairman. I'm glad that this subject matter was brought forth by both Aruba and Curaçao. And within this same setting, we spoke about previously the roles of our parliaments. I believe that this is an opportunity to ask all here if we would lend support in such a critical issue, because as it was stated in other situations, what affects one affects everyone in the kingdom. I believe this is where we could put our heads together, because the islands do not have the resources in case that there is a category 4 hurricane. The islands do not have those type of resources, and it is a critical issue. So within this setting, it would be of utmost urgency that the different fraction leaders push this agenda to ensure that a proactive approach is taken and together solutions are found. Because it is a critical situation and the people are hungry in Venezuela. When people are hungry, they will do anything to survive. And I believe this is a critical security risk for both Aruba, Bonaire, and Curaçao, and should have the attention of everyone. And I would call this a neutral ground. This is not only a negative impact, but let us show as IPCO where we can finally get something together done in uniformity and be result-oriented, because it will affect, if it's a Hurricane 4, believe me, it's also going to be a military risk as well. So this is something we have to ask, will we have the support of everyone, especially the different fraction leaders with different opinions, and will we get that 100% attention? I say we, because I don't take St. Martin out of the fraction. What affects you all affects us as well in some way and some forth. We are bound together. Nevertheless, I would like to hear the reactions from the different fraction leaders if this is a critical point. Move away from the other points of drugs and cocaine and stuff. This is a critical point where lives are at risk, the countries are at risk. Let's see what we can do. Thank you, Mr. Chairman. Dank u, mevrouw Marlin. Meneer Today. Ja, dank u wel, meneer voorzitter. Even een aanvulling op meneer Souverain. En natuurlijk wat Sint Maartens delegatie ook zei, support is very important. Natuurlijk, maar je krijgt toch een financieel gat erbij. En dat is ook belangrijk. De regeringen zijn ook aan zet hier en ook de koninkrijksregering. Waarom? Want de eilanden zitten eigenlijk met een begroting die al krap genoeg is. En als de vluchtelingenstroom ineens daar komt, hoe gaan ze ermee om? Financiën. Het is moeilijk voor de eilanden natuurlijk om het te financieren, want hoe dan ook, het zijn mensen
En je moet de mensen hoe dan ook toch te hulp bieden. En daar zie ik ook een groot probleem mee. En wat dat, zoals u zei, support is very important. Maar ik wil ook graag van de regeringen horen wat ze ermee gaan doen. In terms of financially. What are we going to do with it financially? It's very important to know what's the way of thinking of the government. What are we going to do financially with this issue? Thank you. Dank meneer Tudé. Meneer Rosario. Ja, ik praat nu meer uit mijn functie als vice-voorzitter van onze vaste commissie van buitenlandse betrekkingen in de Staten. We hebben al 4 vergaderingen gehad in de laatste tijd met de regering hierover. Ik kan ook u informeren dat er een speciale commissie is ingesteld, interministerieel, op Curaçao, om met dit probleem... dat ze belast zijn met dit probleem. Dus je hebt bijvoorbeeld mensen van brandweer, immigratie, kustwacht, economische zaken, staatsbedrijf van olie, welke Curoil is. Dus er worden dingen gedaan in Willemstad. Wat ik zou willen suggereren, misschien voor de afsprakenlijst, dat wij onze regeringen erop aandringen om zoveel mogelijk samen te werken, om zoveel mogelijk informatie uit te wisselen met elkaar en zoveel mogelijk dat er ook op ambtelijk niveau informatie wordt uitgedeeld, of niet uitgedeeld, maar uitgewisseld. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Ik denk ook, en nu met mijn economische pet, dat we ook moeten nadenken als eilanden dat in situaties van crisis dat er ook opportunities zijn. Dus en in het geval van Curaçao hebben we al 1,5 jaar een investors permit. Dat betekent als je zoveel, als je een groot bedrag investeert in Curaçao, dan krijg je residentie. Dat, er is een ander woord voor dat, maar... En de laatste tijd hebben we dan ook veel investeerders van Venezuela gezien die letterlijk miljoenen hebben geïnvesteerd in Curaçao. Natuurlijk gaan we na of dat geld goed of slecht is. En dus dat is ook een opportunity. Dus als statenlid moeten we ervoor zorgen dat de nadelen zo klein mogelijk zijn. Maar we moeten ook nadenken aan de possible returns. En, maar wat ik denk dat heel belangrijk is, is dat er informatieuitwisseling plaatsvindt. En niet alleen maar van Nederland, maar ik denk ook tussen Curaçao en Aruba. Want we zijn heel dicht bij elkaar. Zijn die commissies, is die commissie van Curaçao bijvoorbeeld in contact met de commissie op Aruba? Dat weet ik niet. Dus voordat wij alleen maar gaan nadenken over hoe het Koninkrijk dat moet gaan oplossen volgens bepaalde leden hier, moeten we ook ons drieën samen zitten en kijken wat wij samen kunnen doen. En additioneel natuurlijk... moeten wij bepaalde dingen krijgen uit Nederland, uit het Koninkrijk. En Bonaire ook. Bonaire zit heel dicht bij Curaçao en Aruba. Dus volgens mij is het ook belangrijk dat er informatie wordt uitgewisseld tussen die drie eilanden. Bedankt. Dank, meneer Bosman en meneer Bikker. Ja, voorzitter, als VVD zitten we hier al een aantal geruime tijd zorgen over te maken. Ik ben blij met de toelichting, zal ik maar zeggen, vanuit de eilanden zelf. Want ik heb soms het idee dat we de sense of urgency niet helemaal meekrijgen hier in Nederland. En dat er een idee ontstaat van nou,
het valt wel mee en het gaat best goed daar op Aruba en Curaçao en Bonaire. Dus de sense of urgency is van belang, die deel ik met u. Wat wel van belang is dat alles wat lokaal gedaan kan worden, en dan praat ik over wettelijke regelingen, want ik hoef maar een Syrische vluchteling op Curaçao te noemen waarbij er enige zorg is over, ja, wat is nou de wettelijke status van deze persoon, dat je de wettelijke omgeving goed hebt vastgelegd. Want als er geen wettelijke basis is voor mensen die op je eiland verschijnen, dan is dat heel lastig. Dan kan je er vrij weinig mee. Dus misschien is het goed om even te kijken, wat is de wettelijke structuur voor mensen die dan op het eiland verschijnen, wat kan je ermee? Want je moet wel ergens iets kunnen hebben om daarmee verder te kunnen. Natuurlijk is van belang dat Nederland meedenkt, meekijkt, maar de optie voor een visum bijvoorbeeld is volgens mij geopperd op Aruba. Ik kan me daar echt iets bij voorstellen dat je zegt, nou, misschien moeten we dat maar eens in gaan stellen. Al was het alleen maar om te kijken en te controleren en toch een kleine drempel op te werpen ten aanzien van het makkelijk reizen naar de verschillende eilanden. Er wordt verdeeld op gereageerd, dat snap ik. Maar misschien is het wel iets om te bediscussiëren. Dank meneer Bosma. Meneer Dikker. Ik wil me toch wel best wel een beetje zorgvuldig uitdrukken, want dit thema heeft wel te maken met soevereiniteit. Hè? Ik bedoel, zo er veronderstelderwijs wat zou gaan gebeuren, zou ik wel zeggen dat wij, als we naar de geschiedenis kijken, dat dit wel een andere situatie is zoals Europa nu meemaakt. Want normaliteit is niet de eerste keer dat een buurland economisch eigenlijk het niet zo goed gaat en dat men helemaal een herstart moet doen, maar normaliteit wordt de rechtsorde wel heel snel hersteld. Dus ik zou zeggen, van als er veronderstellenderwijs, voor argument's sake, we moeten vrezen wat gaat gebeuren, dat in die plan van aanpak in ieder geval erop gericht zou moeten zijn dat de rechtsorde zich ook zo snel mogelijk herstelt, want dan lost al die fears zich vanzelf op. En we hebben nu al, we zitten meteen te denken aan visum, et cetera, maar nu al in onze toelatingsbesluit hebben wij de vrijheid om mensen wel of niet toe te laten. Dat kunnen we van geval tot geval dus beoordelen. Dat gebeurt ook iedere dag. En we moeten ook niet over gaan reageren dat wij dus op een gegeven moment ook die toeristen, die zijn afhankelijk van toerisme, dus weren doordat wij op een gegeven moment gewoon met een visumplicht komen. Dus we moeten gewoon de situatie heel goed beoordelen en ook terugkijken naar de vrij recente geschiedenis. Want in 2002 was er ook weer iets. Dus er is altijd weer als je kijkt naar A Nations in the Red, een boek van William Holland, gebeurt er om de bijna gemiddeld 10 jaar, gebeurt er het zo dat in Latijns-Amerika een land eigenlijk een herstart moet maken. Dat wilde ik even opmerken. Dank. Meneer Rosaria, daarna meneer Bosman. Om aan te geven dat ik helemaal eens ben met meneer Bikker, vooral voor wat betreft visa. Ik heb net gezegd, dus als je een crisis hebt, dan zijn er ook opportunities. En voor mij een visa nu opleggen op Venezuela, dan sluit je ook bepaalde deuren voor wat betreft toerisme en investors. En op de tweede plaats, die mensen die straks zullen komen, laten we zeggen in boten, et cetera, ze storen zich niet aan visa. Ze komen eraan. Als er een visa mensen zouden stoppen, dan zouden er geen Cubanen ooit naar Amerika zijn gegaan. Maar dat doen ze toch. Dus laten we deze zaak toch niet overdrijven. Laten we toch niet denken dat een visa de silver bullet is. Dat is het ook niet. Ik zou heel terughoudend zijn met een visabepaling. Ik zou, als het aan mij lag, aan mijn partij, denken aan geen visa, maar een soort ESTA-regeling zoals de VS heeft. Dus je kan toch wel screenen wie binnenkomt, ja of nee. Of een versterkte screening, maar een visa opleggen op dit moment lijkt me niet de juiste oplossing. Vooral omdat wij een toeristische eilanden zijn. We krijgen toch veel toeristen uit Venezuela. En, zoals ik net zei, veel Venezolaanse mensen met geld
die willen hun geld ergens stabiel investeren. En dat is ook Curaçao. Dank meneer Bosman, daarna meneer Ten Hoeven. Ja, voorzitter, ik heb niet gezegd dat een visum een silver bullet is. Maar in principe als de heer Rosaria zegt een ESTA kind of regulation, maakt me niet zoveel uit. Wat ik wel wil constateren, dat er is een zorg. Hè. Natuurlijk praten we over autonomie. Alleen als uiteindelijk blijkt dat de rekening toch hier in Den Haag terechtkomt en ik aan de lat moet staan om te gaan betalen, dan wil ik er ook graag even over meedenken. Want het kan niet zo zijn dat de eilanden zeggen, joh, Nederland, bemoei je er even niet mee, want ik regel het zelf. Totdat er opeens 400 tot 1000 man op de straat staan en zeggen, ja, wacht even, de luchtbrug naar Amsterdam moet nu beginnen. Zeg, dan wil ik graag even meedenken. Meneer Ten Hoeven. Voorzitter, wij lossen dit probleem hier nu natuurlijk niet op. Als die storm inderdaad losbreekt, dan is er heel veel nodig aan plaatselijke organisatie. Ik kan mij voorstellen dat de eilanden daar op het ogenblik het gevoel van hebben, wij willen daar wel assistentie bij hebben. Ik ervaar het feit dat het hier naar voren wordt gebracht ook als een vraag om met elkaar hierover na te denken. En ook te zorgen dat er noodzakelijke maatregelen getroffen kunnen worden. Dat is allereerst de verantwoordelijkheid van onze regeringen. Ik denk dat wij allemaal onze regeringen moeten aanzetten om dit probleem uitdrukkelijk onder ogen te zien en daar maatregelen voor in petto te hebben. Dat hoeft niet onmiddellijk openbaar te worden, want daar leent het zich eigenlijk niet voor. Maar de plannen moeten wel klaar liggen. Als die storm losbreekt, lijkt het mij duidelijk dat dat een koninkrijksverantwoordelijkheid is. En als dan de rekening voor een deel ook in Nederland terechtkomt, dan is dat, denk ik, een heel logisch gevolg van de omstandigheden. Dit buitenlandbeleid, mag je niet helemaal zeggen, maar deze buitenlandse omstandigheden zijn koninkrijksaangelegenheid en daarmee ook financieel gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. Als wij dat met elkaar vaststellen, dan hebben we een goed uitgangspunt, denk ik. Dank meneer Ten Hoeven, meneer Ganzenvoort en daarna meneer Rosa. Meneer. Ja, voorzitter, dank. Ik heb het gevoel dat we dat er een grote overeenstemming is als het gaat om de urgentie van deze thematiek. En dat terecht gezegd is, we moeten niet over 6 maanden bij het volgende IPCO nog eens terugkijken van hoe gaat het nou weer eens. Maar dat dit iets is wat zich echt leent voor snellere stappen. Die primair ook niet aan deze tafel hoeven of kunnen worden uitgediscussieerd van wat nou de juiste routes zijn en hoe je nou omgaat met dit en met dat, et cetera. Daar kunnen we heel veel gedachten over hebben. Maar de zaak lezen ze toch ook echt primair voor de vraag van wat zouden de regering moeten doen. De Nederlandse regering primair als het gaat om het buitenlands beleid. Maar uiteraard in directe samenspraak met de regeringen van de landen in het Koninkrijk. Precies omdat het zo op onze gezamenlijke drempel ligt en op onze stoep ligt. En daar moeten we dus wat mee. Dus ik zit me even af te vragen van hoe we onze regering kunnen aansporen om op zo kort mogelijk termijn in overleg, de Nederlandse regering in overleg met de andere regeringen, laat ik zeggen, te komen tot een beleid wat inspeelt uiteraard op hoe de situatie zich ontwikkelt, maar dat we in ieder geval weten dat onze regeringen voorbereid zijn en dat ze de zaak kunnen oppakken en dat ze daarbinnen dan ook de onderlinge verantwoordelijkheid, de eigen verantwoordelijkheid van ieder land respecterend, ook de gezamenlijke verantwoordelijkheid van het Koninkrijk ook op zich nemen. En ik denk dat dat signaal vanuit het IPCO wellicht zou kunnen helpen om ons verantwoordelijk te nemen en dat ook vlot te trekken. Meneer Franco. En meneer Van Laar. Ik ben blij met deze discussie. In zoverre kwamen dingen naar voren over we moeten het samen delen, misschien samen betalen, samen verantwoordelijk. Het is een probleem wat onder andere gaat vallen onder buitenlandse betrekkingen, koninkrijksaangelegenheid. En ik citeer, of ik ga even terug naar de beginwoorden van meneer Herdee. Die had het over op een goede dag, een heldere dag, zien we Venezuela. Ik ga het nog scherper stellen. Er zijn bij sporters op Aruba verschillende pogingen gedaan om te zwemmen van Venezuela naar Aruba. En het record is gehaald. Ja. Ik ken 2 mislukte pogingen en 1 gelukte poging van iemand die gezwommen is van Venezuela naar Curaçao. En ik breng dat alleen maar naar voren om te laten zien, als je dat kan zwemmen, dan kan je dat op een luchtbed doen.
En dan kan je het ook in een klein bootje doen. Misschien in een badkuip die je dichtsluit. En het probleem, denk ik, hebben wij voor een groot gedeelte onder controle voor de gedocumenteerde mensen die op een bepaalde manier toch naar het eiland toe komen. Je ziet nu mensen komen om levensbehoeftes te kopen. Ze hebben een minimale amount of money die ze uit het land kunnen besteden. Dat komen ze dan ook doen. Dat zijn dan ook geen leuke toeristen, want ze verblijven soms op het strand met hun koffertjes onder een overdekte. En de volgende dag gaan ze terug met het vliegtuig. Het probleem gaat worden als de ongedocumenteerde mensen in bootjes, vlotjes, overgaan, varen, zwemmen, whatever. En die heb je niet aan de controle. En natuurlijk, daar moet een plan mee gemaakt worden met kustwacht, misschien de marine, et cetera, om dat te voorkomen. En daar waar komt, te kijken hoe je dat aan gaat pakken. En dat moeten we inderdaad gemeenschappelijk doen met de resources die we gemeenschappelijk hebben. Meneer Van Laar. Ja, voorzitter, ik probeer nu een half uurtje ongeveer uit te zoeken of er een koninkrijksconferentie nog is deze maand. En volgens mij, omdat het antwoord zo lang duurt, is die in ieder geval niet gepland. Lijkt mij. Maar dat kunnen we in ieder geval uitzoeken. We kunnen de regering in ieder geval vragen om dit als een prioritair agendapunt op de agenda te zetten. En uit die koninkrijksconferentie met een gezamenlijk plan van aanpak te komen, wat vervolgens aan de parlementen gestuurd wordt. Dat lijkt mij in ieder geval de juiste stap. En daar zit er ook de nodige urgentie bij. U weet inmiddels of er een koninkrijksconferentie komt? Augustus in Sint Maarten. Aha, nou, misschien kunnen we dus vragen of die deze maand nog gehouden kan worden. Want augustus lijkt me alweer vrij ver weg. Dank. Ik wilde langzaam naar een voorstel komen. En dat ziet denk ik op twee facetten. Maar eerst ga ik meneer De Wever een woord geven. Thank you very much, Mr. Chairman. Mr. Chairman, as I sit here and I listen, you know, I look at the news as well. And you see what's happening in the Mediterranean Sea and in Italy. And I don't get a sense of urgency here. And if I can try to get a timeline as far as how fast the kingdom and the islands can act, I think that's going to be much more productive than just, well, we'll wait until August when the kingdom ministers are meeting or whatever. That's not what it is. We can't wait for it to happen and then act. We have to be very proactive. And I don't really get that here, but I hope we do get. So that would be my proposal to you. Dank. En ik denk dat u gelijk heeft, meneer Van Laar. Zei het ook al, augustus is te laat. Zag ik nog een vinger, meneer Meijers? Thank you and good morning. Just to dovetail off of what my colleague, Mr. De Wever, said. And it cannot be that this problem is solely a problem of Curaçao and Aruba. And then once the refugees starts to go to Bonaire, it then becomes a problem of the Netherlands. We are here now in a discussion where all of the parliaments of the kingdom can come together and put such a strategy together how to deal with it. And like, as Souverain said, it is going to happen. It's not a matter of if it's going to happen, it's when it's going to happen. And we cannot estimate at this point the amount of people that are going to flood those islands. But the impression that is being given, at least the impression that I have gotten, is that we'll hold off and see, and when it affects Bonaire, then we will step in and deal with it. It's a problem of all of the Dutch Caribbean and the kingdom. And it cannot be that on one side, you, for example, with integrity, you say we're all included, the kingdom and all of the various islands are included, and in such a case, then you'll stand by and watch to see what happens. Thank you, Mr. Chairman. Meneer Ganzenvoort. Ja, dank voorzitter. Ik heb het gevoel dat we nu echt heel erg verkeerd begrepen worden. En dat wil ik graag even rechtzetten. Volgens mij is de boodschap die in dit hele gesprek gegeven wordt, zeker ook vanuit de kant van Nederland, wij zien het als een gezamenlijk probleem. Wij zien het als een gezamenlijk probleem omdat het op Aruba speelt, omdat het op Curaçao speelt en ja, ook omdat het op Bonaire speelt, maar niet alleen daarom. Dus op het moment dat u zegt van ja, Nederland wil pas mee gaan denken als het over Bonaire gaat, dan zijn wij totaal verkeerd begrepen, want we hebben juist gezegd dat dit een gezamenlijk punt is. Was dat ook het punt wat u wilde maken, meneer Van Laar? Of had u...
Ja, voorzitter. En daarom ook juist die urgentie om te vragen om deze maand nog een koninkrijksconferentie, misschien een bijzondere koninkrijksconferentie, en misschien gewoon toepasselijkerwijs op Aruba, een extra bijeenkomst te organiseren van de betrokken bewindslieden op rijksniveau, zodat daar een plan gemaakt kan worden. Ik denk dat daar de urgentie uitspreekt en dat we die ook als IPCO uit kunnen spreken en dat we daar ook als parlement allemaal achter kunnen staan. Meneer Herdee. Uw microfoon nog even. Als lid van het parlement mag je eigenlijk alles zeggen. Ik heb net begrepen dat de vier ministers van Justitie op dit moment in Den Haag vergaderen. Laten we ze roepen. Waarom niet? Daar zijn wij voor. Als er is een urgent probleem, laten we meteen deze dagen met ze praten. Het is toevalligheid dat ze samen zitten. Ja, ik moet daarbij zeggen, het zijn niet de meest relevante ministers in dit dossier. Maar ik geloof stellig dat het juridisch en veiligheidsprobleem zeker ook aan de orde zal komen. En daar zullen zij zeker over gaan. De Bosman. Ja. Ja, ik denk dat het verstandig is dat we niet te snel overal inspringen. Tuurlijk, als parlementen hebben wij het recht om iedereen naar voren te roepen waar nodig. Maar een teleconferentie, voorzitter, is heel snel geregeld. We hoeven niet bij elkaar te komen, fysiek, om met elkaar te spreken. En mijn voorstel zou zijn op korte termijn een teleconferentie om in ieder geval op dezelfde pagina uit te komen. Ik stel het volgende voor. We hebben de urgentie, delen we conferentiebreed. Dat is duidelijk. En die urgentie die willen we ook terugkrijgen van onze regeringen. Daar kunnen we volgens mij twee stappen in maken. Eén is dat we ons als verschillende delegaties onze eigen regeringen verzoeken om op dit vlak intensief samen te werken en informatie uit te wisselen. Politiek en ambtelijk. Maar daar zijn we er niet mee. Wat mij betreft vraagt de Nederlandse delegatie mede namens de andere delegaties aan het Nederlandse kabinet, maar eigenlijk aan de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, want ik denk dat de belangrijkste speler is naast die van Defensie, wat allebei koninkrijksaangelegenheden zijn, om een brief op korte termijn waarin het kabinet in overleg met de regeringen van de andere landen in het Koninkrijk ingaat op de situatie van dit moment en de mogelijke aanpak van diverse scenario's die zich kunnen voordoen. Waarbij ik bijvoorbeeld ook kan voorstellen, dat is nog niet ter sprake gebracht, dat het verder gaat dan het Koninkrijk. Dat we ook nog eens kijken naar Frankrijk, Engeland, Verenigde Staten, waar het bijvoorbeeld gaat om militaire reactie op vluchtelingen of andere. Hè. Dus het gaat echt breder, denk ik, dan alleen Nederland en het Koninkrijk. Maar goed, twee aanpakken dus. We gaan naar onze eigen regeringen en de Nederlandse regering zal in samenspraak met de regeringen ons informeren. Zeg ik met meneer Ten Hoeve na overigens, voor zover mogelijk. Een aantal dingen kunnen denk ik niet in het openbaar gedeeld worden. Daar moeten we dan ook respect voor hebben. De termijn hebben we er niet ingezet. Op korte termijn, we kunnen dat wat harder maken, die termijn. Voor 1 juli, het lijkt mij nog een heel redelijke tijd. Wie wil daarop reageren? Ik zie u, meneer Van Haar. Heer voorzitter, laten we die brief richten aan de Rijksministerraad en niet alleen aan het kabinet. Het voorstel van Vanlaar om dat op de agenda te plaatsen van de Koninkrijksconferentie, wat gebeurt er daarmee? Ja, de Koninkrijksconferentie zelf is te laat. Dus het alternatief zou zijn om een extra Koninkrijksconferentie in te lasten, maar die is lastig. Volgens mij kunnen we het beter bij de Rijksministerraad beleggen. Want dan kan je op korte termijn wel doen. Op het moment dat je zegt, we moeten alle ministers van de landen bij elkaar hebben, zijn we al langer bezig, denk ik. Maar zullen ze het doen? Als ze het niet doen, wat dan? Voorzitter, er is helemaal geen belang om het niet te doen. Tenminste, mag ik aannemen. En er is een belang van iedereen. En nogmaals, dan is onze controlerende rol bij de verschillende regeringen om te zeggen, hey, ik mag aannemen dat jullie met elkaar gesproken hebben. En als dat niet gebeurt, dan mag ik aannemen dat al die parlementen dan, net zo goed als de VVD regelmatig bij de heer Koenders doet, van hey, wat ben je aan het doen? Nou, we zitten nu in juni, toch? En in augustus is de Koninkrijksconferentie. Wat zal eerst geschieden? Ze komen samen voor augustus of
Het is een verzoek aan de Rijksministerraad. Die komen bij elkaar. Er is een brief ter behandeling in de Rijksministerraad waarbij er wordt gezegd, joh, u moet zo snel mogelijk gezamenlijk met een verhaal komen. Maar voorzitter, we praten niet over augustus. We praten volgens mij over dat wij zo mogelijk deze week nog een brief sturen naar de Rijksministerraad. Dat wij hem vragen om voor 1 juli dat gesprek binnen de Rijksministerraad en dus ook met de landen gevoerd te hebben tussen de vier landen. En dat, er gewoon een, dat ze daar proactief op zitten. Goed, dan zie ik consensus. Dan, ja, meneer Herde. We kunnen wel data stellen, maar ik ga er echt van uit dat in onze landen men al bezig is. En ik denk dat wij deze week namens het IPCO een brief uit kunnen doen gaan naar Rijksministerraad om snel actie te nemen en ons te informeren. Ik geloof dat het daarmee extra druk gezet wordt op de situatie. Ja, ja. Wat ik nog niet heb genoemd zijn de terreinen, maar wat mij betreft vragen we dat breed. Hè? Sociaal, economisch, vluchtelingen, militair. Oké. Dan hebben we daarmee de afspraak gemaakt. Die komt in de afsprakenlijst. En dan zijn we ook aan het eind gekomen van dit inhoudelijke deel van het ochtendprogramma. Een kwartier voor tijd. Dus dat geeft ons even de mogelijkheid om de benen te strekken. En dan zeg ik u dat we... Mogelijk is het 12 uur de lunch. Oké. We kunnen de lunch iets vervroegen naar 12 uur. En dat is dan een lunch in de Eerste Kamer. Dus u wordt in de Eerste Kamer verwacht om 12 uur... waar we uitgenodigd zijn door de voorzitter van de Eerste Kamer. Ja.